Met de twee captains, maar we gaan eerst nog eens kijken naar de ploegopstellingen. Ja, Frankie, je hebt het zelf al aangehaald. Nou, de opening was voor club. De laatste minuten. Kijk eens aan. Dat gaat bijzonder vlot. En er is er eentje mee, dus hij moet een breed leggen. Hij heeft dat ook gezien. En nu dan oog in oog met Mignolet. Kappen, nog eens kappen. En dan is het voorbij. Dan is het voorbij, want intussen al drie man van Club Brugge in de eigen rechthoek gekomen. Had het gewoon met rechts moeten doen. Hier Matondo. Een mooie beweging daar langs Mechelen op snelheid. Niet meer terug te halen. Sobol even twijfelen. Trachten de paslijn af te schermen richting de man. Ballen te lang. Sobol. Eén man kwijt. Twee man. Sobol. Dat ziet er veelbelovend uit. Lang. Moet hem breed leggen voor Vormer. Vormer gaat knallen. Vormer plaatst hem. En een prima parade van Didion. Om binnen te koppen. Van der Brugge die hem wegwerkte. De ketelaren. Even uitgeweken. De ketelaren zetten dribbel in. De ketelaren aan de achterlijn. En dan Van Aken. En de save van Didion. Dit was opnieuw uitstekend werk van Club Brugge. Weinig tot niks opgeleverd. Het is wachten op dat ene moment. Dat er misschien komt. En nog niet afgelopen. Daar is de goal zelfs. Daar is de goal. Het is Miyange, de man die eindelijk nog eens mag meedoen. En hij beloont zijn coach met een doelpunt. 1-0. De band gebroken hier. 7 minuten ver. Op de bal uiteindelijk valt hij goed voor Miyange. En kunnen we stellen dat Cercle... Poging nummer 2. De focus, de concentratie. Vormer die wil zijn gram halen. Die wil tonen dat een basisplek nog steeds toebehoort. Ja. En het was een goeie. Daar aan de tweede paal. De bots en nu dan de goal. Nee, hij haalt hem nog uit doel. De kopslag was het van Rits. Hij is al na de gelijkmaker die er alsnog niet komt. Of te weinig mensen voorin, waardoor Lang het dan maar zelf moest doen. Vormer, de bal blijft daar hangen. Dat is altijd gevaarlijke soep, maar hij gaat er niet in. Goh, wat een kans voor Van Aken. Gaat er niet in, zelfs van zo dichtbij. Om iets te forceren. Hotic, goede wedstrijd. Rabi Matondo is gelanceerd. Rabi Matondo nog. En nu inleveren. Nee, zelf trappen en de redding van Mignolet. Ja, trappen nog onder druk van Hendry. Een beetje te zacht. Het is ook wel het grote gelijk van die technisch directeur, Carlos Avinia, bij Cercle. En dan is het 2-2. Die doet hij goed. Rabi Matondo voor de 2-0. Nee, de onderkant van de lat. De onderkant van de lat. Of het stond 2-0 en het was helemaal voorbij. Rabi Matondo. Nog eens voor gevaar op de tegenaanval. Een goede bal van der Brugge naar de goed lopende Somers. Onmiddellijk naar Matondo. Die haalt verschroeiend uit. Net niet. Ja, onderkant glad genoeg. Goede actie. Zet zijn actie verder. Zit nu in de 16. En nog steeds. En nog steeds. En nog steeds. En daar is het gebeurd. Moet lager. Kijk, hij zit er dan hier wel tussen, maar laat zich dan toch nog makkelijk wegzetten. Maar ja. En dan moet het ook wel wat meezitten. Het is afgelopen. Cercle Brugge tegen Club Brugge. 2-0. En de dolle vreugde uiteraard.